Ja, we hebben net het Binnenhof College gehad over mobiliteit. En daarbij was natuurlijk een rode draad door het hele verhaal dat slimme mobiliteit een verbindende factor is tussen doelen als geen verkeersdoden, geen emissies en geen files. Wat natuurlijk een ontzettende uitdaging zijn. Een aantal van de hoofdpunten die ik in ieder geval besproken heb in dit verhaal is dat het delen van data hierin een essentiële factor is. Denken over welke data je wilt delen, waarom, maar ook hoe je zorgt voor een goede infrastructuur in Nederland om tot het delen van data te komen. Welke keuzes maak je hierin en hoe doe je dat samen met buurlanden? Maar ook denken aan hoeveel data wil je eigenlijk delen? Want het delen van data kost ook energie en datacenters. Hoe ga je daarmee om? Zorg dat het totaalplaatje daarin ook compleet is. Slimme mobiliteit is niet alleen het delen van data voor één doel, maar het gebruiken van die data voor meerdere doelen. En hoe doe je dat? Zorg dat die data gebruikt kan worden voor veilige mobiliteit, voor schone mobiliteit, voor bijvoorbeeld effectief verkeersmanagement om de doorstroming te verbeteren, maar ook voor bijvoorbeeld preventief onderhoud van wegen en van bruggen. Dat is een heel belangrijke. En een verbindende factor daarbinnen weer is AI, kunstmatige intelligentie. Dat verbindt die thema's van veiligheid, emissies, doorstroming, door het echt slimmer maken van wat we nu al hebben in Nederland. Want we hebben ontzettend veel, maar we kunnen er meer van maken. Dus niet per se meer asfalt, maar meer maken van wat er nu is. En hoe doe je dat? Dat is een heel interessant thema waar nog veel ook kan gaan gebeuren. En daarnaast hebben we ook gesproken over een nieuwere visie die steeds meer ontstaat op mobiliteit, op eigendom van mobiliteit of juist de delen van mobiliteit, die flexibiliteit die erin zit. Belangrijke thema's daarbinnen zijn de betaalbaarheid van mobiliteit en de inclusiviteit. Dus kan iedereen toegang hebben tot mobiliteit, tot een goede mobiliteit, betaalbaar en veilig. Ook bereikbaarheid in de bevolkte gebieden, mix van modaliteiten, dus het gebruik van auto, trein, tram, bus, fiets, lopen. Hoe zorg je dat je daar een totaalplaatje van krijgt, wat ook een positief effect heeft weer op de ruimtelijke ordening die we met z'n allen zo graag groen willen hebben en gebruiksvriendelijk willen hebben, waar we willen zijn. Dat is een belangrijke. En we hebben het gehad als laatste punt ook over elektrisch vervoer. En hoe dat meer ingebed moet worden in ook de energietransitie. Dus het op de weg zetten van elektrische voertuigen is niet genoeg. Je hebt ook laadinfrastructuur nodig. Maar die moet wel afgewogen zijn met de energiebehoeften op andere momenten en door andere gebruikers. En hoe kom je daar tot een gezamenlijke, grootschaligere aanpak in. Dat zijn een aantal van de thema's die we besproken hebben voordat we doorgingen naar Maurice van NXP. Ja, goeiedag. Mijn naam is Maurice Geraerts. Ik ben directeur van NXP Semiconductors in Nederland. En ik heb in dit Binnenhof College met name de automotive kant van mobiliteit benadrukt. Wij zijn wereldmarktleider in chips voor automotive. En iedere auto die heeft wel tot 1000 chips die allerlei functies in die auto mogelijk maken. En in toenemende mate ook steeds meer bijdragen aan de doelstellingen die we hier besproken hebben naar geen verkeersdoden, geen emissies en geen congestie, geen files. Die auto die wordt namelijk steeds intelligenter. Die krijgt steeds meer sensoren om zich heen te kijken, om te luisteren en te kijken wat er om zich heen gebeurt en daarbij die bestuurder te ondersteunen. We hebben bijvoorbeeld laten zien in dit college dat auto's die in 2016 al op de markt kwamen met radar, daar konden meten wat er voor hen gebeurde, waardoor ongelukken kunnen voorkomen en bestuurders die een onveilige situatie niet snel genoeg kunnen zien voor hen, dat die toch met behulp van de auto die automatisch remt geholpen worden en daarmee een ongeluk voorkomen wordt. Nou, Nederland loopt rond smart mobility best voorop. Als je kijkt naar de Roland Berger Automotive Disruption Radar, daar staan we op nummer 1. De KPMG Autonomous Vehicle Readiness Index staan we als Nederland op 1. En daarin moeten we ook zorgen dat we de Nederlandse industrie blijven ondersteunen. Want die maatschappelijke doelen gaan we bereiken met technologie. Maar in Nederland hebben we in totaal zo'n 20 miljard omzet in bedrijven die de wereldwijde automotive industrie toeleveren. 88% van wat die bedrijven ontwikkelen en produceren in Nederland is export. En daarmee gaan ze daadwerkelijk een bijdrage leveren aan de technologische stappen die de autobedrijven in de toekomst gaan zetten, eigenlijk om ons weer te helpen om die doelstellingen te bereiken met geen verkeersdoden, geen emissies en geen congestion. Nou, technologie speelt een belangrijke rol, heb ik aangegeven. En daar hebben we een goede discussie over gehad in dit college, ook met de Kamerleden. Ja, bedankt Maurice. En ik zal er denk ik even op doorgaan om een korte samenvatting rondom de discussie die daar inderdaad achteraf was. Allereerst, mijn naam is Lies van Etten.
ben student Automotive Technology aan de TU Eindhoven en ook projectleider van het studententeam TU Ecomotive, die het werelds eerste afvalauto heeft gemaakt. Nou ja, dat sluit natuurlijk ook redelijk aan bij de onderwerpen op de slimme mobiliteit om minder ongelukken, minder emissie vooral en minder files te creëren. En daar werd ook de discussie redelijk op gestart aan het einde over hoe wordt die ruimtelijke indeling, hoe kunnen we het gedrag veranderen, wat kunnen we doen met de data en vooral ook hoe kunnen we dat buiten automotive, dus automobiliteit doen, ook de rest van het verkeer zoals fietsers en voetgangers. Hoe wordt dat geïmplementeerd, hoe werd dat handig? Daar is natuurlijk niet een eenduidig antwoord uiteindelijk op. Daar is de technologie momenteel heel hard mee bezig en aan het kijken hoe kunnen we dat doen. Dat wordt op de TU gedaan en in samenwerking met bedrijven vanuit verschillende multidisciplinaire hoeken. Dus niet alleen de automobiliteit werd ermee bezig met de echte technologie erachter, maar ook gedrag, ruimtelijk inzicht, de bouwkunde, de industrial engineering en andere studentenhoeken wordt daarmee gekeken. En er wordt natuurlijk het vraagstuk van hoe wordt het financieel aantrekkelijk, de elektrische auto's, et cetera, was ook even aangekaart. Maar dat zijn allemaal onderwerpen die later waarschijnlijk nog verder misschien besproken kunnen worden of aandacht moet besteed aan zal moeten worden. En dat was de bijdrage voor de 4 TU Binnenhof College ook.